Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is heel lang bezig geweest om tot het besluit te komen de styrofoambakken te verbieden. Dit gaf Vincent Fernandes, waarnemend onderdirecteur van de afdeling Marktbeheersing van het ministerie, gisteren aan in het actualiteitenprogramma Panorama. Fernandes zegt verder dat de afdeling Marktbeheersing in samenwerking met de afdeling Consumentenzaken de prijzen van de alternatieve verpakkingsmateriaal sinds 1 november in de gaten houdt. Dus iedereen die een prijslijst heeft, ik ga het gewoon zeggen, iedereen die een prijslijst online heeft, we hebben alle prijslijsten opgeslagen en we vergelijken tussen voor de importverbod, dus voor 1 november, we vergelijken de prijzen met wat er daarna is geworden. Dus indien we merken dat er significante verhogingen plaatsvinden, zullen we een gepast antwoord als ministerie daarop formuleren. Maar een verhoging zal wel moeten, omdat verpakking duurder is geworden. Laat mij het met een voorbeeld aangeven. De hamburgerbakken, de alternatieven, die kosten 40 cent. Wanneer we praten over een medium bak, portiebak, dat zijn de meest gebruikte bakken. Dan praten we over 60 cent. Wanneer we praten over de ietsje grotere, praten we over 1,25. Ja. Dus wanneer we zien en klachten binnenkrijgen, die klachten hebben we ook binnengekregen dat mensen 5 SAD op zo'n portie zetten. Ja. Dat is onverantwoord. Het ministerie gaat daarop antwoord geven. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart, die samen met Fernandes de gast was in Panorama, gaf aan dat de oude foambakken niet geschikt waren om in de microwave te zetten. Het gezondheidsaspect moet hierbij in gedachten gehouden worden, alvorens mensen gaan klagen over de prijs van de alternatieve producten, benadrukte Stuttgart. Het product moet gebruikt worden waarvoor het bestemd is. Het is voor eenmalig gebruik. Dus eigenlijk, als je zo'n product, zo'n verpakking zou hebben, je moet eigenlijk alles opeten en dan weggooien. En, maar het is niet voor om te gaan microwaven. Ik ga je eerlijk zeggen, ik heb minder moeite met de prijs. Omdat ik vind dus dat voor kwaliteit moet je betalen. Ja. Maar wat ik denk dus dat HI onvoldoende heeft aangegeven is, wat doen we met die afvalproducten? Want als je bij wijze van spreken dus niet deze foambakjes gaat verbranden, dan krijg je bijvoorbeeld 90 verschillende chemicaliën krijg je in de lucht, waaronder dioxine en allerlei kankerverwekkende stoffen. Benzine komt vrij en benzine is een blootstelling aan benzine kan bijvoorbeeld voorzorgen voor leukemie, bloedarmoede, chronische bloedarmoede en beenmergafwijkingen. Dus, het is een groot probleem. Meneer Fernandes had het ook aan over die verpakkingen waar je dus eigenlijk voor bevriezen. Maar na een tijdje ga je dat niet weggooien. Ja. En er kan bestaan dat mensen het gaan verbranden. Ja. Waardoor er dus ook weer op die manier giftige stoffen komen in de ruimte. Dus er moet ook daarnaar gekeken worden bij die voorlichting. Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog. Hij was gisteren te gast in het actualiteitenprogramma Panorama. Stuttgart ging in op het gevaar van het plaatsen van styrofoambakken in de microwave. Het verbod op het gebruik van styrofoam is per 1 november ingegaan. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme blijft het monitoren.